Welkom, lieve watermannen, voor jullie de Situation Love Oracle deck en de Modern Witch Tarot deck. Wat mogen wij weten? Eerst doe ik een legging voor de single watermannen. En daarna ga ik nog kijken naar de interactie tussen de watermannen en alle 12 sterrenbeelden specifiek. Dus resoneert het niet, blijf dan nog even kijken, want het kan zijn dat er vervolgens wel wat berichten voor jou klaarstaan. Wat mogen wij weten voor onze single watermannen? Het kan zijn dat je op vakantie gaat of dat je of dat je lekker weggaat met een persoon. Weet dat die persoon een karmic is of ja, we hebben het over de singles. Hè? Het kan ook zijn dat je dus tijdens vakantie of een tripje, dat je iemand ontmoet. Dat is iemand die aan zichzelf denkt. Die iemand die veel schaduwwerk nog moet doen, nog tijd moet nemen om te helen. Deze persoon zal het een en ander bij jou triggeren. Zodat je ook weet waar jij aan moet werken. Maar weet dat deze persoon zelf ook nog problemen heeft met eigenwaarde en schaduwwerk en zelfwaardering. Wat mogen wij weten over die trip die jij gaat maken? Het kan ook gewoon zijn dat je een huisje huurt of met de familie naar de Ardennen gaat of zoiets. Ja, je ziet er naar uit. Je wil echt graag daar naartoe. Een retraite, ontspanning. Maar het kan zijn dat het tegen gaat vallen. En dat het de bedoeling is dat je daarvan leert en dat je dus nieuwe keuzes gaat maken. Wat mogen wij weten over die soulmate die je daar gaat ontmoeten, die heel veel bij jou triggert? En vice versa. Deze persoon voelt zich afgewezen. Deze persoon moet nog veel helen. En deze persoon komt maar langzaam vooruit. En jullie zijn elkaars trigger. Jullie zijn elkaars motor om uiteindelijk verder te gaan. De verdieping in qua groei, qua levenslessen. Deze persoon heeft nog wat te leren over zelfwaarde, schaduwwerk en zelfwaardering. En misschien is dat ook wel iets wat jij herkent. Dus je gaat misschien een andere kijk krijgen op jezelf. Kijk ook wat dat met je emoties doet, zodat je uiteindelijk vooruit kan komen. Dus het is de bedoeling dat deze persoon op je pad komt. Wanneer jij het naar je zin hebt, kan een vakantie zijn, kan een tripje zijn, maar het kan ook zijn bij het uitgaansleven. En dat je dus gaat merken van, hey, deze persoon triggert het een en ander bij mij, daar moet ik nog aan gaan werken. Dus dat is altijd een karmische soulmate. Wat mogen wij weten tussen de watermannen en de rammen voor deze week? Ook moet er meer gesproken worden, hoor ik. Vandaar die keelchakra. De waterman, het kan zijn dat je op date gaat of dat iemand jou uitvraagt. Het kan ook vice versa zijn dat jij online iemand uit, hoe heet dat, een ram uitvraagt. Wat mag wij weten over deze date? Uitnodiging, iemand ziet jou zitten. Kan zijn iemand uit het verleden of dit is een past life soulmate. Iemand voelt zich aangetrokken tot je.
kan zijn dat je deze persoon online ontmoet. En dat ze heel snel actie ondernemen. Wat mogen wij weten over die toren? Ja, dat jij dan voor die keuze staat van ga ik hiervoor of ga ik er niet voor? Gaat het jou te snel? Merk je dat er toxiciteiten zijn? Is er te veel passie? Als het een ex is van wil je dit nog wel? Dus ja, je staat voor heel veel vragen en ook weer voor keuzes. Misschien ook wel weer eenzelfde keuze net als voorheen waar jij... wat jij uit de weg bent gegaan. Wat mogen wij weten tussen de waterman en de stier? Dat deze persoon jou kan gronden. Dat je wat kan leren van deze situatie. Wat mogen we daar nog meer over weten? Je hebt deze situatie achtergelaten omdat iemand zijn of haar opties openhield. Dat je met een player te maken had, die je online had ontmoet. En het kan zijn dat je die persoon hebt geblokkeerd. En nu is de tijd dus om aan jezelf te werken, om terug in balans te komen. Het kan ook zijn dat het vice versa is. Wat mogen wij weten voor de watermannen die met een tweeling te maken heeft? Dat je iemand hebt die bang is voor intimiteit, dat als het te intens wordt, dat deze persoon wegrent. Dus misschien zit je al in een relatie met jouw tweelingenziel. Alleen, ja, hebben jullie nog vele lessen te leren van elkaar? Wat mogen wij weten over deze runner? Jullie zijn pas een nieuwe cyclus begonnen, vol goede moed. Maar bij jouw soulmate zijn er twijfels over dit nieuwe begin en over de stabiliteit daarvan. Dus ja, jammer. Wat mogen wij weten tussen de watermannen en de kreeften? Ik denk dat je richting de kreeft een positieve mindset hebt, dat je zoiets hebt van... met die persoon gaat het goed of daar heb ik goede herinneringen aan. Of als je een nieuw persoon ontmoet dat je kan kiezen van ga ik voor deze relatie of blijf ik mijn focus behouden op mijn werk. Ik denk dat met de vier van zwaarden... dat jij iets mag helen. Het kan zijn dat jij voor de keuze wordt gesteld om een gezonde balans te krijgen tussen liefde en werk. En het kan iemand zijn uit het verleden die terugkomt, die jou gelukkig heeft gemaakt in het verleden. En dat je dus moedig moet zijn en kracht moet hebben om inderdaad die balans te vinden tussen werk en deze persoon. Of dat deze persoon nu heeft ingezien van hey, ik heb toxiciteiten uitgezuiverd, want ik heb de waterman laten gaan omdat ik te veel gefocust was op mijn werk. Wat mag ik weten voor de watermannen die te maken hebben met een leeuw? Kan zijn dat deze persoon met jou verder wil, naar het volgende niveau wil. Wat mogen wij weten tussen de watermannen en de leeuwen? De wereldkaart, de twee van bekers, de toren, de zonkaart en de zeven van zwaarden. Ja, ik denk dat je ziet dat als iemand jou aanbiedt om eeuwig getrouw te geven of als iemand met jou naar het volgende fase wil, een bepaald persoon, een bepaalde soulmate, dat jij door een torenmoment duidelijk ziet van dat deze persoon
niet eerlijk is. Het kan zijn dat deze persoon niet eerlijk is naar zichzelf toe. Het kan zijn dat deze persoon niet eerlijk is naar jou toe. Er zijn wat scheurtjes die jij gaat zien. En mogelijk dat je dus dan afziet om naar de volgende fase te gaan. Misschien gaat het wel om iemand die je leert kennen met daten. En dat je dan ziet dat het toch maar niet handig is om exclusief te gaan daten bijvoorbeeld. Dat kan ook. Want die marriage kaart hoeft niet altijd een huwelijk te zijn. Het kan ook gewoon een contract zijn die je met elkaar aangaat. Wat mogen wij weten voor de watermannen en de maagden? De watermannen en de maagden. Het kan zijn dat een van jullie de ander blokkeert. Het is iemand die jou nog altijd in de gaten houdt. Het kan zijn dat je die persoon hebt geblokkeerd. Het is iemand die diep in zijn of haar emoties zit. Het is iemand die gevoelens voor je heeft. Het is een soulmate. Iemand die passie voor je voelt. Iemand die weet dat jij getrouwd bent. En ook weet van dat het over is. Maar deze persoon wil dat niet toegeven. Want hier zitten twee tien van zwaarden in. De een is echt van over en transformatie. En dit is alles is oké. Okay. Dus iemand houdt de schijn op. Zo van ik ben gelukkig. Ik kom niet in actie, maar in werkelijkheid hebben ze diepe emoties voor je. Wat mogen wij weten voor de watermannen die met een weegschaal te maken hebben? Die weegschaal die gaat lekker uit, is happy single. Dus het kan zijn dat als je deze persoon ontmoet met het daten, dat deze persoon alleen maar hooguit friends with benefits wil en meer niet. Wat mogen we hierover weten? Je gaat inzichten krijgen over de connectie. Dat deze persoon te diepe wonden heeft om zich te willen binden. Je gaat kijken of deze persoon een keuze wil maken. Nou, het blijft alleen maar bij flirten. Het is iemand die heel erg onzeker is. Het is iemand die heel erg onvolwassen is met die schildknaap. Dan komt er een torenmoment, een doorbraak en het kan zijn dat die doorbraak is dat jij zoiets hebt van ik weet niet wat ik met de zaak aan moet of dat jij dat heel goed weet en dat je zoiets hebt van ik ga hier niet verder mijn tijd in investeren want ik wil iemand die een stuk serieuzer is dan wat ik nu van deze persoon krijg. Het kan zijn natuurlijk dat deze persoon het een en ander van jou spiegelt. Dus wees daar bedachtzaam op. Mensen zijn altijd spiegels. Wat mogen wij weten voor de watermannen die met een schorpioen te maken hebben? Er is onvoorwaardelijke liefde tussen jullie, maar toch heb ik het gevoel dat het niet helemaal oké zit. Er is veel liefde tussen jullie, maar een van jullie houdt zijn of haar opties open. En het kan zijn dat ze jou zoet houden met allerlei mooie verhaaltjes, maar ik denk dat jij door die illusie heen kijkt. Ik denk dat jij je energie elders spendeert, namelijk op je werk. En dat je weet dat het einde bijna nadert. Maar je doet alsof er alles pijs en vree is. Dus dit is een hele diepe karmische soulmate. Maar het komt maar niet van de grond. Of je ziet heel duidelijk van wij komen niet richting de volgende fase. Dus uiteindelijk heb je zoiets van ik heb andere prioriteiten. Ik blijf werken of ik zeg die date af. Want de ander houdt ook zijn of haar opties open. Wat mogen wij weten voor de watermannen die te maken hebben met de steenbok? Dat deze steenbok een masker draagt, dus iemand die niet zijn ware gezicht toont.
Het is iemand die jou nog altijd bespioneert. Iemand die niet weet wat ze moeten. Het is iemand die door dat masker jouw pijn heeft gedaan. Jou teleur heeft gesteld. Maar zichzelf ook in de vingers heeft gesneden. Het kan zijn dat deze persoon, dat je daar een spirituele band mee hebt. Of dat deze persoon al getrouwd is. En dat dat het masker is, dat zij dus al iemand anders hebben en dat ze dat jou nooit hebben kenbaar gemaakt. Wat mogen wij weten voor de watermannen die te maken hebben met een andere waterman? Dat er transformatie tussen jullie plaatsvindt. Jullie hebben heel veel geheeld, afzonderlijk van elkaar. Het kan zijn dat je nog altijd geen behoefte hebt om te verzoenen met deze persoon. Dat vindt deze persoon jammer. Deze persoon die... kan zijn dat deze persoon voor heel veel verwarring heeft gezorgd. En dat je daar geen zin meer in hebt. Je hebt geen zin in bedrog, in weerstand, in gedoe. En het kan zijn dat deze persoon uiteindelijk ook voor iemand anders heeft gekozen. Of nu met jou verder wil. Maar ik denk dat jij daar je buik van vol hebt. Wat mogen wij weten voor de watermannen die met een vis te maken hebben? De watermannen die met een vis te maken hebben. Dat iemand zijn of haar liefde gaat uitdrukken naar je. Dat dat jouw wensvervulling is. Dat je deze persoon hebt gemanifesteerd. Jij bent blij dat dat gelukt is. Jij wil met deze persoon een rustig vaarwater. Maar dan moet er wel eerst iets beëindigd worden. Dus het kan zijn dat jij een bepaalde mindset hebt. Ik bedoel, ik zie hier twee dames. Dit zijn twee dames. Het kan zijn dat dit een relatie is van het gelijke geslacht en dat jij daar niets van wil weten of dat je die conditionering los moet laten. Dat je hetero bent, want misschien heb je daar altijd in geloofd, maar ben jij niet hetero, maar ben jij van je op hetzelfde geslacht of weet ik veel wat je eraan wil hangen. Of misschien ben jij die van de labels, dat kan ook. En dat is iets wat duidelijk wordt, denk ik. Of je moet iets anders los gaan laten. Kan ook zijn dat je misschien een andere relatie moet loslaten. Kan zijn dat je niet meer in een relatie zit, maar dat je een ander, een ex bijvoorbeeld, niet meer... dat je er altijd aan herinnerd wordt. En dat je die nog altijd niet energetisch los hebt gelaten. Ook dat kan. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.